Technologie die mensen slimmer maakt. Eigenlijk de 20 seconden samenvatting van wat ik wil vertellen is, ik denk dat we veel te vaak slimme technologie proberen te maken. Ik denk dat we daarmee moeten stoppen. En ik denk dat we in de plaats daarvan iets anders moeten doen. Dat is technologie maken die mensen slimmer maakt. Ik ben klaar, maar ik heb nog wat tijd over, dus ik zal het een beetje verder uitweiden. Ik zal de slides op SlideShare zetten. Dat geeft mij ook altijd een idee. Wie van jullie kent SlideShare wel? Kleine helft. Voor de mensen die SlideShare niet kennen, SlideShare is YouTube voor PowerPoint. Als je niet weet wat YouTube is, dan praten we wel verder. En mogen we je schrijven op de ouderwetse manier, gewoon op de site van Metaforum? Dat mocht je ook doen, want dan kun je ze eerst gaan halen bij SlideShare om ze op Metaforum te doen. Maar waarom is het dan al die slides op Metaforum? Geen probleem. Die 10 seconden krijg ik terug. Eén slide over wie ben ik en van waar kom ik. Ik werk aan het departement computerwetenschappen en ik heb een groep van een man of 20 daar die werkt rond human-computer interaction. Hoe interageren mensen met technologie? Dat ligt een beetje in dezelfde lijn. De idee is, als je er niet goed mee kunt werken, dan zult je er niet veel slimmer van worden. Right? Oké, de rest ga ik daar nu niet verder over vertellen. Laat ik als goede computerwetenschap, ik ben dus een techneut, hè? Ik ben iemand met een technische achtergrond. Laat ik meteen beginnen met de basis van heel mijn domein. Iemand een idee wat de belangrijkste wet is van de computerwetenschappen? De wet van Moore, voilà. Oké, u bent al geslaagd voor het examen. Die wet van Moore die dateert in zijn oorspronkelijke formulering van het jaar waarin ik geboren ben. En die wet die zegt dat eigenlijk alles twee keer beter wordt elke twee jaar. Zo zegt hij dan niet letterlijk, de letterlijke formulering staat daar. Maar het is heel vreemd en ik heb geen idee waarom dat die wet geldt. Hè. Iedereen denkt zo van, oh ja, de wet van Moore, dat is evident, dat is duidelijk. Waarom worden computers twee keer sneller elke 18 à 24 maanden? En waarom is dat niet zo bij auto's? Of bij batterijen? Of bij de menselijke geest? We bestaan al veel langer dan computers. We zouden al lang veel slimmer moeten zijn als we op die manier evolueren. Ja? Ik vind dat heel bizar hè, dat dat zo is. Ik heb daar geen simpele uitleg voor. Je kunt daar van alles over vertellen, maar dat is allemaal zomaar om rond de pot te draaien. Echt verstaan doen weinig mensen dat. Overigens, dat is wat wij noemen een exponentiële wet. Dat wil zeggen, na twee jaar is dat twee keer beter. Na vier jaar, vier. Maar dan wordt dat 8, 16, 32, 64, 128. Dat gaat altijd maar rapper. En het punt is een beetje, denk ik, exponentieel. Ja, sommige van de slides zijn in het Engels. Dat zult je wel verstaan, neem ik aan. Wat dat exponentieel echt betekent, zelfs mensen zoals mijn studenten of ik, ik ben ingenieur van opleiding, echt verstaan doen we dat eigenlijk niet. Ik kan daar wel mee rekenen en dingen uitrekenen, dan is dat 7,84 maal 10 tot de zoveelste of zoiets, maar wat dat echt betekent, dat is heel moeilijk om te vatten. Ja? En ik denk de beste manier om daarover na te denken is, je hebt daar zo'n papier voor u liggen, als je dat nu 50 keer zo dubbelvoud, hè, dat is ook exponentieel, want tekst is dat nauwelijks een millimeter dik, dan 2, 4, 8, 16. Ja, als je dat 50 keer doet, je zult dat wel aanvoelen komen, dan wordt dat heel dik. Dat is een gedachtenexperiment. Ik weet dat ook wel, want je kunt dat niet 50 keer zo doen. Maar stel je voor dat je dat kon, dan ben je ongeveer aan de zon. En ik weet ook wel nog tegen begint dat papier te branden en zo. Het idee is, dat wordt heel veel. Right? En ongeveer about the distance to the sun, overigens, je moet er ook goed bij nadenken, dat wil zeggen, na 49 keer zijn er nog maar halverwege. Hè? Dat is exponentieel. Right? En met de manier waarop technologie, ICT, informatie- en communicatietechnologie, evolueert, zitten we in dat soort evolutie. Er is geen garantie dat dat zo gaat blijven duren. Hè? De mensen van IMEC, het Interuniversitair Microelektronica Center, aan de andere kant van de straat bij ons, bij computerwetenschappen, die hebben mij onlangs nog gezegd dat ze voor de volgende 5 of 6 jaar daar nog wel redelijk zeker van zijn. Maar daarna, who knows? Maar toen ik lang geleden, 30 jaar geleden, daar les over kreeg, was er een prof die zei van het is bijna gedaan. Ja? Ondertussen zijn we 30 jaar verder en het is nog altijd exponentieel. Dus ik ben daar nogal gerust in. Maar meer dan dat kan ik er ook niet over zeggen. Maar het punt is dat we ons daar voortdurend compleet op mispakken. Dus mijn claim is, u, maar net zo goed ik, en het is nogthans mijn domein,
wij kunnen daar niet mee om met dat soort evolutie. Nu, als wij daar niet mee omgaan en als wij daar niet proberen iets aan te doen, wie gaat dat dan sturen? Nee? Okay. Denk daar maar eens over. Nou, om nog een laatste versie daarvan is, dit is de eerste computer, op een wat arbitraire manier, maar ja, oké. Okay. In 1949, die was ongeveer even sterk al, die had ongeveer evenveel rekencapaciteit als zo'n verjaardagskaartje dat je nu kunt kopen. Kent je, je doet dat zo open en dan komt het zo sterk was die computer. Ja? Ondertussen is dit hier veel sterker dan de computers waarmee NASA de Apollo-vluchten naar de maan stuurde. Right? Dus ik zou zo mijn eigen astronauten kunnen besturen, makkelijk. Ik heb hier veel meer capaciteit dan die mensen doen. Right? En wat krijg je dan? Wel, hier is een paar weken geleden een van mijn collega's komen vertellen, dan kunnen we zelfdenkende computers maken. En ik denk dat dat een verschrikkelijk slecht idee is. Ik denk dat we dat wel kunnen. Hè? Dus mijn claim is niet dat we dat niet kunnen. Mijn claim is, ik vrees dat we dat kunnen. En ik ben er eigenlijk ook redelijk zeker van dat we dat ook gewoon gaan doen. Omdat dat kan. Maar ik vind dat geen goed idee. Dat mag je toch vinden, denk ik. Hè? Okay. En ik ben niet de enige die zich daar wat zorgen over maakt. Hè? En ook een hele mechte tegenuit. Elon Musk, de man achter PayPal oorspronkelijk. Nu Tesla Motors en hoe noemt dat ruimtevaartbedrijf? SpaceX. He, dus iemand die helemaal gepokt en gemazeld is in de technologie, dat is iemand die ook onlangs naar buiten kan zeggen, ik maak mij echt zorgen over wat dat allemaal gaat leiden. Right? En die heeft onder andere, want dat doen dat soort mensen, dan, dit is een beetje een Silicon Valley-achtig iemand, heeft dan $10 miljoen gegeven aan een vereniging die onder andere deze open brief ook gepubliceerd heeft, die ondertussen getekend is door heel wat grote namen in mijn gebied en ook in andere gebieden. Stephen Hawking heeft dat ook meegetekend. Hey, research priorities for robust, okay, and beneficial artificial intelligence, an open letter. En daar, eerlijk gezegd, ik vind het al een magere poging die ze dan doen in een begeleidend paper om dat op uit te werken naar een soort research agenda van wat zou je dan kunnen doen om misschien iets, hoe zou ik zeggen, iets nuttigers te doen dan AI zoals we dat nu kennen. Of hoe zouden we ervoor kunnen zorgen, want daar gaat eigenlijk de bezorgdheid wat over, hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat wat er zo gemaakt wordt, dat dat niet gevaarlijk wordt. Nee. Nu, ik denk dat we beter gewoon die artificiële intelligentie daar niet te veel meer mee bezig zouden zijn. Ik vind dat nog wel interessant. Ik vind dat eigenlijk vooral interessant voor filosofen, omdat dat veel vragen creëert rond wat is intelligentie eigenlijk. Maar ik vind dat niet zo interessant om technologie te maken die intelligent is. Wat vind ik dat we wel zouden moeten doen? Ik vind een veel beter onderzoeksprogramma, dat kun je samenvatten als to augment the human intellect. Mensen slimmer of beter of sterker of krachtiger maken. Right? Dat is overigens het researchprogramma dat een van mijn grote helden in mijn domein, Doug Engelbart, in 1968 geformuleerd heeft. Toen ik 3 jaar was. Right? Die mens heeft daar ook, ik zal er een klein stukje van spelen, die heeft daar ook een demo rondgegeven toen. Hij heeft daar al een tijdje aan gewerkt. Al heel kort stukje laten horen. 1 minuutje. In your office, you as an intellectual worker were supplied with a computer display, backed up by a computer that was alive for you all day and was instantly responsive. It's a bit zenuwachtig. Ik weet niet of je dat kan horen, daarom heb ik dat ook op de volgende slide gezet. Je kunt dat nog even nalezen terwijl ik daar iets over vertel. Dit is iemand die 1968, wanneer computers niet bij u thuis staan, wanneer, als ik het goed heb, de KU Leuven en ik denk de Boerenbond en nog een sociaal secretariaat samen 1 computer hebben. Right? Dit is iemand die zegt van, goh, wat zouden we met zo'n computer kunnen doen als je als knowledge worker, en bijvoorbeeld aan de UNIF zijn we er allemaal knowledge workers, sort of. Ja? Hey, wat zou je daarmee kunnen doen als die voor u daar alleen was? En dat stond zo op uw bureau. En dat is het programma, zegt hij dan, waar we nu een paar jaar aan bezig zijn. En dan geeft hij een demo van een systeem dat hij daar rond gebouwd heeft. Ik zeg het al, dat wordt vaak gezegd als belabeld als de mother of all demos.
Dat was voor een duizendtal mensen in 1968. En er wordt vaak gezegd, maar dat, en dat is ook echt zo, die duizend mensen die zijn naar buiten gegaan en die hebben Silicon Valley, zoals jullie het kennen, nu opgericht. Er was al een Silicon Valley, maar dat was veel meer medisch instrumentarium, dat soort toestellen. Dat is maar half om te lachen dat mensen dat zo bondig samenvatten. Toen Doak 85 werd, hebben we een groot feest gegeven op Stanford. En dan komt het hoofd van research van Google, Peter Norvig, en die komt zeggen, Doak, we owe it all to you. Zonder u waren wij er niet. En hetzelfde geldt voor alle andere IT-bedrijven die je kent. Steve Jobs, nog voor die Apple echt had opgericht, is op bezoek geweest bij Doak's team. Nou ja, daar komt alles vandaan wat je nu kent als ICT. 1968. En die mens geeft een demo met draadloze internetverbinding, met verschillende genetwerkte computers, een soort World Wide Web, het internet zoals je dat nu kent. En dan denk ik, dat was 1968. Dan was ik zo'n manneke, ik denk, ja, ik zou wel kunnen stappen, maar ik kon nog niet schrijven. En wat hebben wij nu als knowledge workers aan de KU Leuven? Dat is het SAP-systeem, wat ongetwijfeld een enorme stap vooruit is voor de mensheid. En u heel erg helpt bij uw werk elke dag. Of voor de studenten, je hebt nu dat Toledo-systeem, waardoor uw onderwijs er helemaal anders uitziet dan dat van mij bijvoorbeeld, toen ik hier was. Niet echt. En dat vind ik dan zo raar. Je hebt die exponentiële evolutie van de technologie, een bijna stilstand of achteruitgang in wat dat er op u, in uw handen, wat dat je krijgt om als kenniswerker bij uitstek, academicus, mee bezig te zijn. En dat is, zo zou het toch niet moeten zijn. Daarom dat er ook vaak over Doak en de ICT-revolutie wordt gesproken als de unfinished revolution. We moeten er nog aan beginnen, aan wat dat hij echt wilde tot stand brengen. Oké. Nu, dat wil niet zeggen dat er niet bepaalde plekken zijn dat je er toch al iets aan ziet. Bijvoorbeeld, dit vind ik een goed voorbeeld, waar dat ze in elkaar gedraaid hebben voor Stephen Hawking. Dat is wel iets wat voor die mens, en voor alle mensen die willen horen wat hij te zeggen heeft, een enorm verschil maakt. Dat is heel simpel, Oftewel is die technologie er niet, en dan weet niemand wat er in zijn hoofd omgaat. Oftewel is hij er wel en dan wel. Dat vind ik, dat is zinvolle technologie. Dat is niet laten we Stephen Hawking proberen te vatten in algoritmes, dan kunnen we die ieder op onze eigen computer hebben draaien. Nee, dat is laten we de technologie maken die hem in staat stelt om als mens, om to empower him, zoals men zegt in het Engels. Om hem mogelijkheden te geven die hij anders niet zou hebben. En ik denk dat er nog wel van dat soort niches zijn waar, zoals de schrijver William Gibson, een goede science fiction schrijver, wel eens heeft gezegd, waar de toekomst al leeft. Zij dat, en dat is nog lang niet verspreid, maar hier en daar zie je zo wel van die dingen. En ik denk, dat is het soort van zaken dat we zouden moeten doen. Right? En daar wil ik nog een paar voorbeelden van geven. Ik mag tussen al een tijd kwijt, maar ik heb nog een paar minuten, denk ik ook. En wel het één ding wat we als academici, en ook een beetje vanuit het idee, zoals men in mijn wereld zegt, to eat your own dog food. Wat dat wij onder andere doen, dat is tools maken die ons helpen in ons onderzoek, om beter onderzoek te doen. Een soort recursieve toepassing, daar houden we erg van in computerwetenschap. Dat noemen we Science 2.0, vind ik overigens ook wel plezant, want dat is de Wikipedia-entry ervan. Die heb ik ooit een jaar of acht geleden met mijn studenten opgestart. En nu is dat zoiets, ik denk dat er geen enkel woord meer in staat dat mijn studenten of ik ooit geschreven heb. En dat gaat iemand verder dan een heel stuk. Maar dat is wel plezant om te zien dat dat opgepikt is, dat idee. Door onder andere mensen die in mijn gebied heel belangrijk zijn, zoals Ben Schneiderman, die daar nogal een proponent van is. En misschien dat sommigen onder jullie wel dingen kennen die een beetje in die richting gaan, zoals ResearchGate. Wie van jullie heeft er wel eens van gehoord? ResearchGate? Kleine helft nog niet. Of academia.edu. Kijk, er zijn zo van die omgevingen die u helpen om bijvoorbeeld als onderzoeker beter op de hoogte te blijven van wat andere onderzoekers doen. Dit doet geen onderzoek voor u, dat is de bedoeling niet. Maar bijvoorbeeld, vanmorgen denk ik, had ik een mail in mijn inbox. Als mensen in mijn netwerk, mensen die gelijkaardig onderzoek doen aan hetgeen ik doe, mensen die ik een beetje zoals bij Facebook volg, als die iets publiceren, dan krijg ik een alert ervan. En dat is heel vaak dat ik op die manier zie van, ik zal iets bekijken. En dan zo 6 maanden later krijg je dan zo, in mijn geval de elektronische versie van zo'n tijdschrift in de bus. Dit maakt
de tijd die daar overheen gaat en de kans dat je dat mist, allebei veel kleiner. Right. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat weet, hè, maar anders moet je daar zeker eens mee experimenteren de volgende dagen. Scholar.google.com, hè, dat zegt u wel iets, de meeste dan doen. Ja, okay. Ik weet niet of je dat weet. Scholar kan ook voor u, als je wilt, uw eigen papers analyseren. En dan gaat hem zeggen, van op basis van die analyse die ik gemaakt heb, denk ik dat dit hier papers zijn die voor u interessant zijn. Daar moet je zeker eens naar kijken, als je dat nog niet gedaan hebt. Ik ontdek daar vaak dingen in die ik anders nooit had geweten. Dat helpt mij om beter op de hoogte te blijven van mijn eigen domein. Dat gaat niet in mijn plaats, dat doet het ook om dat te kunnen suggereren, maar dat gaat niet in mijn plaats dat lezen, hè. Dat moet ik nog altijd zelf doen. Okay. Nog andere voorbeelden, wij werken heel veel rond visualisaties die u toelaten om bijvoorbeeld met papers of met samenwerkingen tussen instellingen, om daar mee om te gaan op een manier die jij goed kunt, namelijk door gebruik te maken van je perceptie en de manier waarop dat jij daar patronen in ziet. Hier ziet je dat misschien niet zo gemakkelijk. Wat dat wij dan vaak doen is zo van die actieve tafel, zo eigenlijk een computer waarvan het scherm gewoon een groot plat vlak is, hè, ongeveer 2 keer deze tafel of zo. Dat zetten we dan op een of andere conferentie of workshop en dan gaan mensen daar rond de papers van zo'n conferentie of workshop. Ik denk dat hier een filmpje achter zit. Aan het geluid afzetten. He, dan, je moet je voorstellen, al die bolletjes zijn papers of auteurs. En dan komt het in essentie op neer. En wat je ziet zijn verbindingen tussen papers die andere papers citeren of mensen die samen papers geschreven hebben. En kunt je je voorstellen dat als je op die manier daar zo helemaal door kunt gaan, dat je toelaat om ergens structuur te herkennen in je eigen domein, die je daar veel minder makkelijk uithaalt als je dat uit een stapel papier of weet ik veel wat, een hoop pdf's op je desktop of zo moet halen. Ik claim dat, maar we hebben daar ook studies rond gedaan. We hebben expliciete studies gedaan, waarbij zelfs mensen die al jaren bij de organisatie van een grote conferentie in mijn domein, ACM Hypertext, betrokken zijn, papers ontdekken waar ze nog nooit, nee, die ze zelf mee in de proceedings hadden opgenomen, maar al lang uit het oog verloren waren. En we van, tja, en dan werk ik met die. Oh, toch wel eens. De manier dat we dat dan deden is, kon daar naar mee werken en kon zo'n dingen boek een sterretje geven. En als je dan klaar waart, geef je je e-mailadres in en krijg je een mail met de papers die je ontdekt hebt op ons staan. Als je dat eens wilt doen op een conferentie die je zelf organiseert, moeten we maar eens praten. Of nog een laatste voorbeeld uit die sfeer. Iets wat we vorig jaar gedaan hebben. Ik heb gezien, de vierde spreker is van filosofie, denk ik. Dus vorig jaar hebben we met een aantal filosofen gewerkt. Die werkte aan een heel specifiek domein, waar men nu natuurlijk compleet ontsnapt. Mensen van de UvA in Amsterdam. En wat we daarmee deden, was eigenlijk, als die dingen opzochten in hun corpus, dan visualiseerden wij de zoekresultaten, zoals je hier ziet, zowel geografisch, gewoon op een kaart, als, dat zult je niet zo goed kunnen zien, denk ik, met deze resolutie, op een tijdslijn. En dus in plaats van dat die door allerhande materiaal moesten doorgaan en dan zelf notities nemen of zoiets, konden ze daar vrij handig, ik zeg niet dat dat perfect was, konden ze daar vrij handig op elektronische manier doorgaan en zien op een kaart van, tja, maar als die mensen hier in Leipzig zat, terwijl het in andere Ginder zat, wat betekent, ah ja, zwart, je moet hier maar eens nalezen. Zij beweerden dat ze op die manier aan een vorm van filosofische analyse konden doen, die ze niet konden doen zonder die technologische hulpmiddelen. We hebben net afgesloten, eind van vorige maand, een analoge case study met muzikologen rond oude muziek. Tot en met Monteverdi. En weer met dezelfde soort visualisaties die hen in staat stellen, en denk eraan, to augment the human intellect, om beter hun werk als muzikoloog te doen. Niet dat in hun plaats te doen. Nee. Ja. We doen dat soort dingen ook in leertoepassingen, waarbij we de studenten helpen om beter te kunnen leren. Ik zal misschien maar één voorbeeldje tonen, voor the interest of time, zoals ik zeg. Dit is iets waar ik nog altijd erg trots op ben, waar we 7 jaar geleden bijna, op de architectuurbiennale in Venetië gedemonstreerd hebben, waar we met een hele groep mensen aan gewerkt hebben. En wat weer zo'n tafeltoepassing was. En de gebruiker gaat daarmee om, de studenten gaan daarmee om, door eigenlijk kaarten op die tafel te leggen. En die kaarten die representeren of een architect, een gebouw, een bouwstijl,
een architecturale technologie, een bepaalde techniek uit het bouwen. Het zijn vijf dingen, ik vergeet altijd één ding. Nog iets anders. En de software die daarachter zit, die herkent die kaarten en die tekent de verbindingen. En die architect, om het simpel voor te stellen, dat was de architect van dat gebouw behoort tot die stijl. En wat je af en toe ziet, denk ik, in de video, in het begin ook, drie van de vier wanden van, een beetje gelijk hier, drie van de vier wanden van die kamer, daar stonden grote displays opgesteld, die informatie lieten zien over de architect, of dat gebouw, of die stijl, of die techniek die op de tafel lag. Dit moet je een beetje vergelijken met, hè, dit was een project waar we, dacht ik, met 7 of 9 architectuurscholen, inclusief die van Leuven, in Europa samenwerkten en waarbij sommige van die studenten nog les kregen van soms al wat oudere proffen die dia's hadden die ze projecteerden en, daar iets bij, en waarbij ze iets vertelden, terwijl die studenten iets opschreven en dan hadden die voor het examen kopies, zwart- en wit kopies van die dia's die ooit getoond waren door de prof. En dan moet je dat vergelijken als leeromgeving, en to augment the human intellect, om die studenten uit te dagen en te motiveren om dingen uit te zoeken, met zo'n omgeving waarin dat ze die drie displays hebben en die tafel. Ik vind dat zo'n typisch voorbeeld van, dat moet je bijna niet evalueren om aan te tonen dat dat de moeite is. Daar kijk je 10 seconden naar en je denkt, dat is evident dat dat de moeite is. Ja? Oké. Okay. Ik ga zachtjes afronden, er zijn zo nog wel wat voorbeelden uit een leerdomein. Een goede manier om erover na te denken, vind ik, is artificiële intelligentie proberen eigenlijk hetgeen dat ze nu noemen, self-driving cars, auto's die zelf rijden te maken. Terwijl wat wij proberen te doen, is iets wat veel dichter ligt bij een GPS-systeem of zo, dat u wel helpt om de weg te vinden, dat u ook toelaat om eens ergens anders naartoe te rijden, want je kunt toch altijd uw weg terugvinden. Maar dat niet probeert de controle van u over te nemen. Ik zal misschien met deze slide gewoon stoppen, hè, omdat we tegen de tijd zitten. En ik denk, ik weet niet goed of dat mensen zich dat realiseren, maar deze manier van aanpakken, dat creëert een enorme hoop heel erg moeilijk op te lossen vragen. Hè. Je ziet dat ook zo aankomen. Wat gaan we met die auto's doen als we denken dat daar een terrorist in zit? Gaan we die dan aan 160 tegen een muur laten knallen? Gaan we die automatisch naar het politiebureau doen rijden? Maar dat zijn vragen waar we iets gaan moeten mee doen nu, hè? Niet binnen 20 jaar. Hè? Die wagens die komen eraan. Overigens, nu sturen we daar ook al een drone op af om die mensen af te knallen. Hè? Dus zo verschillend van laat ze van de klif naar beneden rijden, is dat ook niet. Ik vind dat een heel lastige manier en niet zo'n zinvolle focus van onderzoek. Ik denk dat dit zinvoller is. Ik ga het daarbij houden.